De zevende vrede van Nijmegen Penning is uitgereikt. Deze keer gaat de penning naar de oprichter van het Britse Bellingcat. Elliot Higgins heeft de vrede van Nijmegen Penning in ontvangst mogen nemen. De Britse Higgins is de oprichter van het internationale onderzoeksjournalistiek collectief Bellingcat. Hij ontvangt de prijs voor zijn vernieuwde bijdrage aan vrede en mensenrechten. Donderdagmiddag werd de penning uitgereikt en dat gebeurde in de Nijmeegse Stevenskerk. Eerder ontvangers zijn onder andere Paul Polman, Nelly Kroes en Frans Timmermans. Ook Higgins is erg blij met de onderscheiding. I'm really pleased with winning this. It's given me an opportunity to talk about a lot of the work that we're doing. More and more, I think education is becoming a really important part of this, educating young people. So having the opportunity to talk about that to an audience like we've had here has been really great. De Vrede van Nijmegen Penning wordt elke twee jaar uitgereikt. Tijdens de coronapandemie in 2020 werd het eenmaal overgeslagen, maar dit jaar wordt alweer de zevende penning uitgereikt. Het is eigenlijk een penning die wordt verleend aan iets of iemand, dat kan ook een instelling zijn, die zich heeft ingezet voor vrede en veiligheid in Europa, als ik het mag samenvatten. En dat kan dus iemand uit de politiek zijn, uit de economie, uit de cultuur of zoals vandaag uit de journalistiek. De Vrede van Nijmegen Penning wordt doorgaans uitgereikt aan een internationale hoofdrolspeler die zich ingezet heeft voor Europa. Het succes van Bellingcat komt voort uit het feit dat het niet slechts om één organisatie gaat. So Bellingcat is an open source investigating collective. That means that we use various online material to investigate different topics. But it also means that we aren't just one organisation with a set group of staff. We're actually a kind of a whole community that's made up of different types of people. And that's something that acts as a real force multiplier for our work and why we're so successful. De burgemeester is blij met de winnaar van dit jaar. Ik ben zelf heel erg vergenoegd dat Bellingcat en met name Elliot Higgins als oprichter op deze manier naar voren wordt gehaald. Omdat dat laat zien dat Europa niet alleen iets is van politici die in het Europese concert tot harmonie proberen te komen. Maar het is ook iets wat we allemaal kunnen bereiken. Bellingcat is eigenlijk een volkse manier van onderzoek op basis van open bronnen. Om daarmee in een tijd van internet, fake news, naar waarheid, naar feiten te blijven speuren. Dus deze prijs past bij Nijmegen en de prijs past ook bij mensen zoals Higgins. Het terrein van voetbalvereniging SV Leones in Beneden-Leeuwen werd deze vrijdag omgetoverd tot festivalterrein. Speciaal voor jongeren van 11 tot 16 jaar. Voor het eerst werd hier het festival Next Generation georganiseerd met allerlei sportieve en creatieve activiteiten. Textiel bedrukken, een DJ-workshop, make-uppen, er is van alles te doen voor de kids in West Maas en Waal. Het is dé manier waarop de gemeenteraad erachter wil komen wat jongeren zoal bezighoudt. Zij vinden het namelijk erg belangrijk dat de stem van de jeugd in de gemeente wordt gehoord. Nou, ik wil ze ook het gevoel geven van je hoort erbij, je doet ertoe. En we hebben een hele lastige coronaperiode gehad. Daarin werd vereenzaming is dan inderdaad best wel heftig geweest. We willen juist uit die eenzame gevoel krijgen en meer de verbinding met elkaar vinden. Zorgen dat kinderen gewoon weer kind kunnen zijn, lekker spelen, goed in een vel zitten, plezier en geluk ervaren en met elkaar. En minder op de telefoons en op de iPads. En om zoveel jongeren te verzamelen, moet je erg creatief zijn. Als je een advertentie schrijft of een post maakt, ja, dan moet je maar hopen dat er iemand op afkomt. Dus ik ben gaan nadenken. Ik heb letterlijk een festivalticket ontworpen. Next Generation. Want dit is de jeugd, hè? Is morgen de toekomst. Nou, ik ben alle klassen langs geweest, alle groep 8 plus de middelbare schoolleer 1 en 2. Nou, dan zien ze meteen wat voor activiteiten te doen zijn. Er zit een klein afscheurrandje op, daar krijg je een consumptiebonnetje voor. Daar krijg je daar een frietje voor, een ijsje. De gemeenteraad van West Maas en Waal wil graag weten wat de jongeren bezighoudt. Deze middag wordt dan ook benut om goede ideeën van de jongeren te verzamelen en zo nog meer passende activiteiten te kunnen organiseren. Nou, wat we dus ook voor deze week ook extra hebben gedaan is inwonersparticipatie hoog op de agenda gezet. En daarin willen we vandaag ook de kinderen betrekken. Gewoon vragen aan de jeugdigen van wat heb je nodig om lekker te kunnen leven, lekker te kunnen spelen en in een goede, veilige omgeving op te kunnen groeien. En wat kunnen wij als gemeente daaraan bijdragen? Dus we zoeken veel meer het gesprek met elkaar op en ook dat we daar ook een passend vervolg aan kunnen geven. De kinderen zijn in ieder geval al enthousiast over deze middag.
Ja, ik vind ze leuk. Het is leuk bedacht en ook goed te doen. En wat ga je vandaag zelf doen? Ik denk gewoon een beetje rondlopen en een paar spelletjes doen met een paar vriendinnen. Heb je al iets gedaan? Ja, we hebben die. Dan moest je gaan staan en dan ging zo'n ding draaien en dan moest je overheen springen. Dat heb ik al gedaan. Een 36-jarige man uit Roemenië is tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor een poging tot verkrachting van een vrouw die aan het hardlopen was. Van de straf zijn 10 maanden voorwaardelijk. Ook moet de man een schadevergoeding en smartengeld van in totaal €3860 betalen aan de vrouw. De man ontkende tijdens een rechtszitting 2 weken geleden dat hij het slachtoffer wilde verkrachten. Hij zegt de vrouw te hebben achtervolgd en aangevallen omdat hij haar van haar telefoon wilde beroven. De rechtbank ging hier echter niet in mee. Ondernemers in Nijmegen hebben de handen ineengeslagen en tekenen gezamenlijk de petitie voor het behoud van parkeerplaatsen in het centrum van Nijmegen. De petitie is opgesteld door winkelier Frans Grootaerts van de gelijknamige winkel in witgoed en elektronica. Inmiddels is de petitie ruim 1200 keer ondertekend en dat in nog geen week tijd. De Nijmeegse winkelier is een petitie gestart omdat de gemeente heeft besloten dat er 1100 parkeerplaatsen moeten verdwijnen, waar geen nieuwe plekken voor in de plaats zullen terugkomen. Veel ondernemers maken zich zorgen omdat ze bang zijn dat hierdoor minder bezoekers naar de binnenstad komen. Tijdens je eerste date een terrasje pakken, uit eten gaan of een dansje wagen. We kennen het allemaal wel, maar daten in een museum gebeurt misschien wat minder vaak. Toch werd dit deze week volop gedaan in Museum 2 Stromerland in Beneden-Leeuwen. Speeddaten in het museum. 2 Stromerland zette speciaal hiervoor de deuren open. Toch zit het net even iets anders dan je zou denken. De datemiddag is namelijk niet bedoeld om de liefde van je leven te vinden, maar het museum wil op deze manier graag nieuwe vrijwilligers werven. Toch blijft ook dat wel een beetje spannend. Het is nu eigenlijk voor de eerste keer dat we dit doen. Ja, we hadden nagedacht en we hadden dit idee gehoord van Museum Kasteel Herne. Die doen dat ook. En we hadden gedacht van nou, dit is een andere manier. Misschien bereiken we daar toch meer mensen mee. We hebben wel vaker een keer in een nieuwsbrief gevraagd om nieuwe vrijwilligers. En daar toch geen respons op gekregen. Dus vandaar deze manier om het zo eens te proberen. Er werken nu zo'n 80 vrijwilligers in het museum die ook een belangrijke spil zijn. Er werken namelijk helemaal geen betaalde krachten. Nee, we bestaan volledig uit vrijwilligers en sinds een jaar hebben we 1 dag in de week een conservator die betaald wordt. Maar voor de rest zijn we allemaal vrijwilligers. De speeddates zijn een nieuwe manier van werven voor het museum. Maar tot nu toe kwamen de vrijwilligers vaak al op uiteenlopende manieren met 2 Stromerland in aanraking. Nou, we hebben ook een aantal mensen via Socium binnengekregen. En we staan nog wel op een site waar ook je een oproep kunt doen voor vrijwilligers. Maar ook wel vaak mond-op-mond reclame of kennissen van, zeg maar. Dus zo lukt het ook soms. Zelf is Van Wamel ook vrijwilliger en is ze vol lof over het werk. Het heeft zoveel verschillende aspecten. En je draait ook met z'n allen, zeg maar, een bedrijf. En dus je kunt op heel veel manieren je ei kwijt. Je bent zinvol bezig wat voldoening geeft. En museum vind ik zelf heel erg leuk. Dus regelmatig bezoek ik ook musea. En ja, het is toch wel heel bijzonder om vrijwilligerswerk te doen in een museum, vind ik. Je bent nooit te oud om te voetballen. Dat werd vrijdagmiddag nog maar eens benadrukt tijdens de 2e Frans Thijssen Trophy in Malden. Een wandelvoetbaltoernooi voor 60 en 70-plussers, vernoemd naar de vermeende beste voetballer uit Malden ooit. Maar liefst 22 teams nemen deel aan het toernooi. 11 uit Nederland en 11 uit Duitsland. Onder de Nederlanders scharen zich onder meer regiogenoten als NEC, SV Orion, VV Ewijk en Juliana 31. Zelfs de bekende geel-zwarte shirts van Borussia Dortmund waren op Sportpark de Broeklanden te bewonderen. Op het spel staat de Frans Thijssen Trophy en het sportiefste team komt in het bezit van de John van Oppenbokaal. Een van de organisatoren vindt het toernooi een bijzonder initiatief. Dat is gewoon geweldig dat er zoveel teams ja gezegd hebben om aan deze dag mee te doen. Ja, dat is gewoon geweldig. Het bijzondere is dat we allemaal hebben natuurlijk een bepaalde leeftijd, hè, boven de 60 of rond de 60, rond de 70, dat we toch kunnen bewegen met elkaar en dat we toch een gezellige voetbalpot er neer kunnen zetten.
We denken soms dat we allemaal nog 30 zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar dan is het toch leuk dat je met elke leeftijd gewoon gezellig met elkaar sportief voetballen. Veel clubs uit de regio zijn al begonnen aan een team en dus is wandelvoetbal hier in de regio aan een opmars bezig. Dat ziet ook oud-NEC-speler en de persoon naar wie het toernooi is vernoemd, Frans Thijssen. Ja, nee, dat is de laatste jaren wel gegroeid. Hè. Overal, de meeste clubs hebben een walking voetbalteam. En bij jullie aan ook. Ze gaan naar Engeland toe en ze gaan naar Duitsland toe. Dus ze hebben overal toernooitjes. En ik denk dat het alleen, niet alleen goed is voor de gezondheid, maar ook gezellig. Hè. Je bent veel bij elkaar en zoals vandaag ook. Ondanks de regen zie je toch dat iedereen zich vermaakt. En zelfs de Duitsers die vanmorgen om 11 uur al een biertje met elkaar. Dus je ziet toch de gezelligheid. Hè. En wie er met de beker vandoor zal gaan? Juliana in ieder geval niet. Ik vind Dortmund wel heel erg sterk. Het zijn denk ik onze Duitse gasten die vandaag met de bekers weggaan. En vind je dat jammer of niet? Nee hoor, vind ik helemaal niet jammer. Verliezen hoort erbij. Het was vandaag weer niet veel soeps met het weer. Veel buien trokken over de regio en die waren soms ook best pittig. Morgen zal het helaas nog niet veel anders zijn. Vooral in de ochtend trekken er veel buien over. In de middag is er meer ruimte voor opklaringen en zonnige momenten. Maar dan ook trekt er af en toe nog een bui over. Het wordt daarbij ook een magere 10 graden. Zondag, de grote dag van de bekerfinale, belooft een prima dag te worden. Op een enkele bui na blijft het droog en de zon is volop aanwezig. Het kwik gaat dan ook iets omhoog naar 12 graden. Ook in de nieuwe week is het vaker droog, maar blijft het wel fris met vooral ook koude nachten. Tot zover het RN7 regennieuws van vrijdag 19 april. Het komende weekend staat ook bij RN7 natuurlijk helemaal in het teken van de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC. Morgenmiddag kom je alvast helemaal in de stemming met de rood-groen-zwart top 50 op radio en tv. De 50 beste NEC-liedjes waar je de afgelopen week op kon stemmen. Zondag volg je de laatste ontwikkelingen de hele dag in ons liveblog op rn7.nl. Daarin verschijnen ook enkele exclusieve video's, zoals bakkers die speciale NEC-gebakjes maken, een NEC-fietstocht door Nijmegen, scholieren die speciaal een NEC-ontbijt organiseren en dat tussen 6 en 8 wordt natuurlijk een live verslag gedaan van de wedstrijd op de radio en tv. En mochten we winnen, dan gaan we nog wel wat langer door. Voor nu, een fijn weekend.